kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van onze programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we over de accreditatie van de Bachelor Geschiedenisopleiding bij de Faculteit der Humaniora aan de Anton de Kom Universiteit. De Bachelor Geschiedenisopleiding is de eerste opleiding van Humaniora die geaccrediteerd is. Hierover gaan we praten met de richtingscoördinator, meneer Jerry Egger. Kijkt u mee. Meneer Egger, nogmaals welkom in ons programma In Gesprek Met. De bacheloropleiding geschiedenis is geaccrediteerd. Hoe lang heeft dit proces geduurd? Nou, de accreditatie van onze bacheloropleiding heeft vrij lang geduurd. Omdat wij in eerste instantie, toen we van start gingen in 2013, hebben we een aantal cohorten gehad in de eigenlijk de opdracht om die opleiding te accrediteren. En in 2017 heeft mijn voorganger, de heer Hassan Khan, het eerste accreditatiedocument in feite afgerond. Ik zal maar niet ingaan op alle aspecten die toen een rol hebben gespeeld, maar om verschillende redenen is het niet van de grond gekomen. En daarna hebben we dus ook geen opleidingen meer gehad, na onze eerste drie cohorten. Maar in 2020, toen zijn we dus weer door het proces gegaan. En toen kregen we de proefvisitatie vanuit de universiteit zelf. En op grond daarvan mochten we weer van start gaan met de opleiding. En toen is dus heel gericht gewerkt aan een accreditatiedocument. En uiteindelijk heeft het dus in november vorig jaar plaatsgevonden. Okay. En wat betekent het voor de opleiding dat het nu geaccrediteerd is? Dus een belangrijk aspect van accreditatie is dat je in elk geval voldoet aan een aantal minimale standaarden. Laat me er direct bij zeggen, dat betekent niet dat de opleiding perfect is. Er kunnen nog verschillende zaken zijn die minder goed zijn. Maar in elk geval voldoe je dus aan een aantal minimale voorwaarden op grond waarvan men zegt van oké, je opleiding is geaccrediteerd. He? Bij accreditatie heb je een aantal standaarden en voor alle standaarden moet je minimaal goed hebben. Dan ben je geaccrediteerd. Maar nogmaals, accreditatie betekent absoluut niet een perfecte opleiding. Ja. Misschien kunt u ons aangeven wat enkele van de standaarden zijn die de opleiding heeft moeten doorlopen. Ja, dus je hebt bijvoorbeeld een standaard over je eindtermen, je eindkwalificaties. Met andere woorden, als een student is afgestudeerd van jouw bacheloropleiding, waaraan moet hij of zij voldoen? Of laat me het anders zeggen, wat moeten hij of zij, dus onze afgestudeerden, wat moeten ze kunnen als ze in de maatschappij komen? Dus dat is bijvoorbeeld één standaard. Waar je dus moet laten zien van dit zijn je eindkwalificaties en aan het eind van de rit voldoen studenten daaraan. Ja? En dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld docenten. Hoe staat het met je docentenkorps? Mm-hmm. Heb je voldoende mensen? Heb je mensen die inderdaad kunnen overnemen? Als je bijvoorbeeld zit met mensen tegen een bepaalde leeftijd en die vrij snel afhaken en je hebt geen opvolging, dan heb je een probleem bij de accreditatie. Want dan kan je dus niet aantonen dat de continuïteit van je opleiding gegarandeerd is. En continuering van een opleiding is belangrijk. Ja? En dan heb je natuurlijk ook, wat zijn de voorzieningen? Is er een bibliotheek? Is er literatuur? Wat zijn de digitale mogelijkheden voor studenten om aan literatuur te komen? Dus er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Dat zijn de standaarden. Okay. Gesproken over de docentenkorps, hoe staat het daarmee? Hoe lang kunnen jullie gaan met de manschappen die jullie hebben? Of laten we zeggen, de wetenschappers die jullie hebben? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En een hele belangrijke vraag ook bij accreditatie. Als je kijkt naar geschiedenis, dan zie je dus de faculteit der Humaniora is in 2010 geproclameerd. Ja? En het was al duidelijk dus dat we zouden starten met een bachelor, geschiedenis en een andere tak van humaniora, taal,
Nederlands, Nederlands heet nu taal en communicatie. Oké, geschiedenis is niet begonnen direct met een bacheloropleiding. Ik heb al aangegeven dat we in 2013 met onze eerste cohort zijn gestart. Daarvoor, in 2011, hebben we een masteropleiding opgezet met de bedoeling om mensen op te leiden die ook colleges kunnen verzorgen aan de bacheloropleiding. Dus van die masteropleiding die in 2011 is opgezet, hebben we 11 studenten gehad die hun master hebben gedaan. En een aantal van de mensen die hun master hebben gedaan toen, die zijn dus nu ingezet voor de bacheloropleiding. Okay. En in 2022 zijn we met onze tweede masteropleiding gestart, met de bedoeling dat we op zo'n manier dus ook docenten kunnen recruteren voor de toekomst. Ja. Want in 2011, de mensen die toen zijn afgestudeerd, een aantal van ze zijn nu intussen met pensioen, een aantal mensen zijn niet meer actief, dus we hebben een andere master gestart nogmaals, met de bedoeling dat de continuïteit van de bachelor geschiedenisopleiding, in elk geval voor wat betreft docenten, het docentenkorps, dat gegarandeerd is. Ja. En als je het proces van accreditatie zou moeten beschrijven, hoe is het gegaan, wie is gehoord, kunt u ons daarover vertellen? Ja. Allereerst, het is doodvermoeiend. Laten we heel eerlijk zijn, er zijn leukere dingen in het leven dan accreditatie. Ik bedoel, je moet brutally honest zijn, er zijn leukere dingen. Maar goed, maar het is wel belangrijk. Nogmaals, het is belangrijk omdat je moet kunnen aantonen dat je aan bepaalde standaarden voldoet. Ja? Dus het hele accreditatieproces houdt in dat je een document schrijft, met die standaarden erin verwerkt, met een heleboel bijlagen waarin je allerlei tabellen moet maken. Maar de dag van de accreditatie zelf is een dag waarbij dus het management van de faculteit en van de opleiding aan het woord komt. Er komen ook studenten aan het woord die aangeven van hoe ze de opleiding hebben ervaren. Er komen en ervaren, want het zijn studenten die dan nog bezig zijn. Er komen docenten aan het woord. Ook heel belangrijk bij accreditatie, dat zijn de verschillende commissies binnen de faculteit. Dus er moet een goede, bijvoorbeeld, examencommissie zijn die erop toeziet dat het hele proces rond het afnemen van tentamens goed gaat, dat het transparant is en dat dus duidelijk is wat van studenten wordt verwacht, wat bijvoorbeeld correctiemodellen zijn. Ook belangrijk het vier ogen principe, dus een docent stelt het werk op, maar een collega kijkt mee en beoordeelt ook en geeft commentaar op het werk. Dus al die dingen, al die verschillende commissies, opleidingscommissie is een andere belangrijke commissie die kijkt naar het programma. Dus al die commissies hebben ook een hele belangrijke rol te spelen binnen de faculteit, maar ook binnen het hele accreditatieproces. Okay. En natuurlijk heeft de accreditatiecommissie bepaalde zaken aan de opleiding voorgehouden. Wat is volgens de accreditatiecommissie bijvoorbeeld enkele zwakke en sterke punten geweest? Ja, dus een van de dingen waar we echt voor hebben moeten rennen, zal ik maar oneerbiedig zeggen, heeft te maken met het toetsgebeuren. Mm-hmm. Het toetsgebeuren tegenwoordig is niet, je bent een docent, je stelt het werk op, je geeft het werk, je corrigeert het, en that's it. Yeah. Ja? Ik heb al gezegd, je stelt het werk op, je moet een duidelijk correctiemodel hebben, je moet het voorleggen aan een commissie, aan een collega, vier ogen principe die het ook bekijkt. Je hebt van tevoren ook al aangegeven binnen welke aspecten van jouw module, jouw onderdeel, zo'n toetsing past, aan welke kwalificaties het voldoet. Je bespreekt het met studenten, je analyseert het werk ook, van waar zijn de meeste fouten gemaakt. Dus het is een heel proces. En bij geschiedenis hadden we in eerste instantie niet voor alle toetsen, al het materiaal. Dus aan de ene kant, het materiaal was er wel voor een deel, maar het was verspreid. Het moest bij elkaar gebracht worden. En aan de andere kant, in sommige gevallen was het er gewoon niet, dus dingen zijn fout gegaan. Maar een belangrijk aspect van accreditatie is ook dat je verbeterplannen hebt.
Wat ga je doen in de toekomst om ervoor te zorgen dat dingen die fout gaan, beter gaan? Dus verbeterplannen zijn een ander belangrijk aspect. Dat je aangeeft van, je bent je ervan bewust dat dingen niet perfect zijn, maar wat ga je in de toekomst doen? Ja, dus we komen straks terug op de plannen voor de toekomst. De bachelor geschiedenisopleiding is voor een periode van 6 jaar geaccrediteerd. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dus de fout die je niet moet maken bij accreditatie is dat je denkt van, je bent geaccrediteerd, dus that's it. Mm-hmm. Je bent voor de rest van je leven geaccrediteerd. Nee, je bent dus voor 6 jaar geaccrediteerd en dan maar de juiste data aangeven. De bachelor geschiedenisopleiding is van 18 maart 2024 tot 18 maart 2030 geaccrediteerd. Mm-hmm. Na 2030 vindt de heraccreditatie plaats. Dus dan moet je weer door het hele proces gaan om duidelijk te laten zien van je bent nu een bestaande opleiding, dus geen nieuwe opleiding, maar een bestaande opleiding. En hoe zit het? En dan spelen ook dingen als waar zijn je afgestudeerden terechtgekomen? Kan je een beetje beter bewijzen dat die eindkwalificaties inderdaad de juiste eindkwalificaties zijn? Maar op de Antonie Kom Universiteit, dus nog voor die 6 jaar voorbij zijn, heb je na 3 jaar een proefvisitatie. Mm-hmm. En in die proefvisitatie boodst eigenlijk de universiteit en met name dus kwaliteitszorg van de universiteit zo'n officiële accreditatie na. En dan weet je al van, ik moet nu toch wel ervoor zorgen dat over 3 jaar, wanneer die accreditatie weer plaatsvindt, hè, dus in die periode 6 jaar, 3 jaar, ADEC 3 jaar en daarna 3 jaar, dus dat je aantoont na 3 jaar van, die dingen zijn op rails. En wanneer je na 3 jaar de daadwerkelijke visitatie meemaakt, dat je niet meer hoeft te gaan rennen en doen en noem maar op. Ja. We hebben zoveel gepraat over de accreditatie zelf, maar voor de duidelijkheid, wie heeft de accreditatie uitgevoerd? Oké, ook dat is een belangrijke vraag. Dus in Suriname heb je een officiële instelling vanuit het ministerie van Onderwijs ingesteld. En dat is het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, mm-hmm. afkorting NOVA. Ja. Dus NOVA in Suriname zorgt voor de accreditatie. Dus die brief die ik hier voor me heb, is getekend door de voorzitter van NOVA. Maar het panel, het is het panel dat de visitatie doet, het panel is samengesteld uit lokale deskundigen en mensen uit Nederland. Dus NOVA heeft, denk ik, contacten met instanties in Nederland. En dan heb je meestal 1 of 2 mensen uit Nederland die naar Suriname komen, samen met lokale deskundigen de accreditatie doen. Ja, wil dat zeggen dat dus met de accreditatie studenten die de bachelor geschiedenisopleiding hebben gedaan beter kunnen aansluiten in het buitenland op een vervolgstudie? We hebben dus nog voor onze accreditatie hebben we voorbeelden gehad van studenten die met hun bachelor naar Leiden zijn gegaan. 1 student heeft daar zijn master archeologie gedaan. Een tweede student is naar de Universiteit van Amsterdam gegaan en heeft daar zijn master in archivistiek gedaan. Een derde student van ons is nu ook weer in Leiden om iets rond archeologie te doen. Dus in principe heb je dus geen accreditatie nodig. Je kan al vanaf het begin dus duidelijk weten van je afgestudeerde kunnen in de maatschappij terechtkomen, kunnen werken, maar ze kunnen ook vervolgopleidingen doen. Ja? Dus dat moet je eigenlijk al vanaf day one inbouwen. Dat de bachelor voor de mensen die verder willen gaan, dat de bachelor geen eindstation is. Ja. Die accreditatie betekent natuurlijk wel dat je kan zeggen van, er staat zwart op wit dat we geaccrediteerd zijn, dat we voldoen aan een aantal standaarden. Maar nogmaals, die accreditatie is geen garantie dat je vervolgopleidingen kan doen in het buitenland. Ja, dat moet je eigenlijk al in je studie inbouwen, respective of de accreditatie. En waarom heeft Humaniora, de faculteit waar de geschiedenisopleiding onderdeel van is, het zo belangrijk gevonden om de opleiding te gaan accrediteren? Dat is een beleid niet alleen van Humaniora, maar gewoon van de universiteit. Mm-hmm.
Ja? Het bestuur van de universiteit, of misschien moet ik zeggen besturen, dit bestuur, maar ook vorige besturen, hebben het besluit genomen dat de opleidingen op de universiteit moeten worden geaccrediteerd. Ik praat nu uit mijn hoofd, maar ik denk dat rond 2014, 2015 de eerste opleidingen zijn geaccrediteerd. Dus intussen heeft de ADEC ook opleidingen die al opnieuw geaccrediteerd zijn, geheraccrediteerd zijn. Ja? Maar het is dus een besluit van de universiteit geweest. En ik denk dat anno 2024 de meeste bacheloropleidingen geaccrediteerd zijn. Mm-hmm. Ik dacht dat er nog een paar waren die uiterlijk volgend jaar moeten zijn geaccrediteerd. Maar in principe is dat gewoon een universiteitsbreed besluit. Elke bacheloropleiding moet geaccrediteerd zijn. En dan moeten de opleidingen daaraan werken. Ja, en een heel mooi ding is dat de bachelorgeschiedenisopleiding de eerste is van faculteit der humaniora dat die geaccrediteerd is. Hoe ervaren jullie van dus de opleiding dit moment? Ja, we zijn natuurlijk trots. Het is belangrijk voor ons, geschiedenis, maar het is ook erg belangrijk voor de faculteit der humaniora. Dat we ook een geaccrediteerde opleiding hebben. En intussen is de tweede bacheloropleiding, taal en communicatie, ook bezig. Mm-hmm. En hopelijk binnenkort zijn ze, we hebben hele goede hoop. Zij zijn eigenlijk, wat hun document betreft, misschien een klein beetje verder dan toen geschiedenis begon. Maar zij gaan binnenkort ook door dat proces heen. En hopelijk hebben we dus binnenkort dan twee geaccrediteerde bacheloropleidingen bij de faculteit der humaniora. Oké, en natuurlijk zijn er verschillende mensen die luisteren naar dit programma, voornamelijk ook jongeren die straks een besluit moeten nemen van welke opleiding ga ik doen. Dus misschien kunt u ons vertellen wat de leerdoelen van de opleiding zijn, breed. Ja, dus we willen afgestudeerden hebben die in Suriname onderzoek kunnen doen. Nog niet echt heel gecompliceerd onderzoek, maar in elk geval eenvoudig onderzoek, dat is heel belangrijk. Dat ze in staat zijn om dat zelfstandig te kunnen doen. Ze kunnen vervolgopleidingen volgen. Dat had ik al aangegeven. Dat is belangrijk. Mm-hmm. En we kunnen nu aantonen dat onze studenten in staat zijn om masteropleidingen buiten Suriname te volgen. Ze moeten in staat zijn om te kunnen schrijven. Ze moeten bijvoorbeeld in de journalistiek een bijdrage kunnen leveren. Ze moeten, omdat ze een brede opleiding hebben gehad, die bacheloropleiding is een brede opleiding, moeten ze in staat zijn om bijvoorbeeld in de diplomatie, na natuurlijk de nodige opleidingen, ook daar goed te kunnen functioneren. We hebben minors en binnen die minors hebben we onder andere archivistiek en archeologie. Dus onze mensen met een minor archeologie, die hebben al heel wat onderzoek gedaan. Opgravingen, niet alleen in Suriname, maar ook in Frans-Guyana, in de Dominicaanse Republiek. Archivistiek, als je nu naar het archief gaat, het Nationaal Archief Suriname, NAS, aan de Jagannath Lajpontstraat, daar zie je zeker 7, 8, 9 mensen van onze bacheloropleiding daar werken. Die zijn actief in het toegankelijk maken van archieven, maar die hebben ook al tentoonstellingen opgezet, teksten geschreven, dus de leerdoelen, als we en kijken naar de leerdoelen SEC, maar ook naar wat is het resultaat in de praktijk, dan denk ik dat geschiedenis wat dat betreft, ik zou zeggen met de nodige trots rond kan kijken in Suriname en op verschillende plaatsen, ook in de bestuursdienst, mensen tegenkomt met een bachelor geschiedenis. Ja, en als we dus nog focussen op de leerdoelen, hoe worden deze bereikt, bijvoorbeeld door stages, onderzoeksopdrachten. Wat doen jullie bij de geschiedenisopleiding? Nou, de verschillende leerdoelen die komen natuurlijk terug in de verschillende onderdelen die gegeven worden. Mm-hmm. Dus je hebt speciale onderdelen van onze opleiding, modules, zo je wil, die aangeven dat ze aan die en die eindkwalificaties leerdoelen hebben die corresponderen met die en die eindkwalificaties. He? Dus zo stel je een programma op, aan de hand van verschillende onderdelen, die allemaal één of meerdere, die voldoen aan één of meerdere eindkwalificaties. Uh-huh. Want belangrijk is natuurlijk dat je niet alleen op papier zet dat studenten aan het eind van de rit aan die en die eindkwalificaties moeten voldoen,
ook in de praktijk moet tot uitdrukking komen dat ze daadwerkelijk voldoen aan die eindkwalificaties. Ja? Dus op zo'n manier, door de opbouw, het curriculum van het programma, zodanig samen te stellen dat al die eindkwalificaties daadwerkelijk aan bod komen. En dat wanneer studenten zo'n bulle in hun hand hebben, in elk geval bijvoorbeeld eenvoudig onderzoek kunnen doen. Een artikel kunnen schrijven. Enzovoort. Ja, en we praten over geschiedenis. Heel vaak horen we jongeren zeggen, maar waarom moet ik dat weten? Dus wat is zo uniek aan deze opleiding? Dus alles en iedereen heeft een geschiedenis. Zo simpel is het. Ja? Maar geschiedenis is belangrijk omdat het iets zegt over een land, over een volk. Het zegt iets over de identiteit. In het geval van Suriname is belangrijk dat we weten waar we vandaan komen. Hoe wij hier samenkwamen als een belangrijk aspect van die Surinaamse maatschappij. Wat de verschillende bevolkingsgroepen hier in Suriname hebben meegemaakt. Hun achtergrond. Mm-hmm. En de opleiding geschiedenis is bij uitstek een opleiding. Die deelt met een heel een breed scala aan onderwerpen. Die te maken hebben niet alleen met, met het Surinaamse verleden. Maar ook met het heden in Suriname. Mm-hmm. Hè, waar de wortels van bepaalde problemen in Suriname vandaan komen. Maar nog verder, met een bachelor geschiedenisopleiding, als je naar het nieuws kijkt, dan ben je ook in staat om een aantal onderwerpen die nu hot issues zijn in de wereld, beter te begrijpen. Ja. Waarom? Omdat je de achtergrond van die conflicten kent. Ja? En dat zijn dus allemaal aspecten die aan bod komen bij geschiedenis. En geschiedenis is tegenwoordig veel breder dan alleen maar een leuk verhaaltje enzovoorts. Je zou ook bijvoorbeeld terecht kunnen komen, ik heb het al aangegeven, in het archief. Mm-hmm. Als je een minor archeologie hebt, in de toerisme sector, je kan onderzoek doen en noem maar op. Ja, en we praten over geschiedenis en de interesse van mensen daarin. Als we kijken naar de manier waarop er geschreven is over onze geschiedenis, wetenschappelijke stukken, dan is het in het verleden veel al geweest dat dus niet-Surinamers hebben geschreven over onze geschiedenis. Hoe zorgt de opleiding ervoor dat er een stukje, eigen perspectief daarbij komt? Ja, dus we hebben vanaf het begin gezegd dat een belangrijk doel van onze opleiding is om de eigen geschiedenis te herschrijven. Een handjevol mensen kunnen dat niet doen. Mm-hmm. Dus vandaar dat we zeggen, we moeten mensen opleiden die in staat zijn om onze eigen geschiedenis vanuit ons eigen perspectief, vanuit onze eigen doelen te kunnen schrijven. Dus dat is een belangrijk aspect. Die ook het onderzoek kunnen doen om dat te kunnen doen. Oké, we hebben nu een prachtig archiefgebouw met de meeste archieven die in het buitenland waren over Suriname en die behoorden aan Suriname. Dus dat wil niet zeggen dat we alle archieven hier hebben, maar die hier zijn. Dus je kan onderzoek doen. Ja? Dus de geschiedenisopleiding vindt het belangrijk om jonge mannen en vrouwen op te leiden. Ook mensen die wat ouder zijn, die later in hun carrière besluiten om geschiedenis te studeren. Om hier zelf onderzoek te doen, om zelf te schrijven, om vanuit het eigen perspectief naar de geschiedenis te kijken. Daarvoor gebeurde het veel in het buitenland. De opleidingen waren in het buitenland. Een deel van onze archieven waren in het buitenland. De archieven die hier waren, waren niet in goede staat. Het is nu een stuk beter. Hè. Archieven zijn nu toegankelijker, zijn beschreven. Een deel is voorzichtig gedigitaliseerd, enzovoorts, enzovoorts. Er zijn allerlei projecten nu om grote databases aan te leggen, zodat mensen bij wijze van spreken achter hun computer thuis mm-hmm. met een goede internetverbinding onderzoek kunnen doen. Dus dat zijn allemaal stappen die ondernomen worden om vanuit ons eigen perspectief onze eigen geschiedenis te schrijven. Het gebeurt niet direct. Er zijn geen toverstokjes hè, dat je op een tafeltje slaat en de geschiedenis is herschreven. Het zijn langzame processen en bovendien zijn het processen die aan de hand van bepaalde inzichten tot stand komen. En die inzichten zijn niet statisch, zijn dynamisch, die veranderen. Dus de schurk van gisteren is de held van vandaag. Ja? De verschoppeling, de Anton de Koms van de Surinaamse geschiedenis, die in Nederland bijna niet serieus werden genomen, die zijn vandaag de dag belangrijke figuren. En wij slaven van Suriname heeft al, ik weet niet hoeveel keren zijn ze, is dat boek herdrukt, nu. Ja, en om
de Surinaamse geschiedenis te gaan herschrijven, gaan we veel meer onderzoek moeten doen. Wat voor uitdagingen ervaart de faculteit der humaniora of de opleiding geschiedenis bij het doen van onderzoek? Ja, dus dat is ook een hele mooie vraag waar we vaak op wijzen. Om onderzoek te kunnen doen, moet je de middelen hebben. Je moet de tijd hebben, je moet de ruimte hebben. En dat proberen we dus inderdaad ook te bewerkstelligen bij onze studierichting geschiedenis. Maar in eerste instantie hebben we dus nogal wat nadruk gelegd op het opleidingsaspect. Ja? We zijn er ontzettend blij mee dat de huidige voorzitter van het bestuur expliciet heeft gezegd op meerdere podia dat de Universiteit van Suriname gedurende de afgelopen 55 jaar nogal wat nadruk heeft gelegd op het onderwijsaspect, maar dat nu ook veel meer moet worden gekeken naar het onderzoeksaspect. Mm-hmm. Een universiteit is een kennisinstituut. En een kennisinstituut reproduceert niet alleen kennis, maar produceert ook nieuwe kennis. En we hopen dus dat er meer ruimte komt, ook meer middelen komen om onderzoek te kunnen doen. Dat hebben we voor een deel al gedaan. Okay. Er zijn verschillende conferenties gehouden in Suriname. En die hebben dus al verschillende boeken opgeleverd. Ja? In 2013 hebben we een conferentie gehad in verband met, even kijken hoor, wat was het, 150 jaar? Afschaffing slavernij, ja, 2013. Ja. 140 jaar Hindoestaanse emigratie, 160 jaar Chinese emigratie. We hebben het in 2018 gedaan, we hebben het vorig jaar weer gedaan. En die conferenties zijn goede manieren om nieuwe kennis te produceren, onderzoek te doen, mm-hmm, en het ook te publiceren. Okay. Ja? In bijvoorbeeld 2013 heeft het 4 boeken opgeleverd, mm-hmm, gebaseerd op presentaties die herschreven zijn van de conferentie. 2018 waren we een stuk ambitieuzer. Toen zouden er 10 boeken verschijnen. 6 zijn al verschenen, 6. 2 zijn in de maag, die andere 2, vraagteken. Ja, oké. Okay. En hoe geschiet de begeleiding van de studenten daarbij? Dus wat is de rol? Kunnen studenten verzekerd ervan zijn dat ze bijvoorbeeld goed begeleid worden door docenten? Dus begeleiding van studenten, dat is een belangrijk aspect van de taakbelasting van docenten. Mm-hmm. Dus de vaste docenten kunnen niet alle studenten begeleiden. En bovendien, ze hebben ook niet de expertise voor alles in huis. Dus er zijn ook externe mensen die begeleiden. Een van de taken van docenten is een goede begeleiding van studenten. Niet altijd is het even snel. Dat moeten we toegeven, dat sommige studenten klagen dat het heel lang duurt soms. Mm-hmm. Maar de begeleiding van studenten is belangrijk. En wat we ook stimuleren is dat studenten ook eigen initiatieven nemen. Kijken of ze dingen kunnen publiceren, artikelen kunnen schrijven, noem maar op. Ja, we hebben een beetje zo gesproken over dat de focus veel al ligt op het herschrijven van onze eigen geschiedenis, de Surinaamse geschiedenis bij de opleiding. Maar is er ook sprake van internationalisering? Dus ik heb het voorbeeld gegeven van die conferenties, mm-hmm, die internationale conferenties zijn. Dus studenten die meedoen aan die conferenties, die hebben de exposure dat er mensen van verschillende landen naar Suriname komen. Ik heb al aangegeven dat we masteropleidingen hebben. En die draaien we meestal met mensen van buiten Suriname. Het Caribisch gebied, Nederland, in sommige gevallen zelfs India. Dus de exposure voor wat betreft onze studenten, ik denk dat die er is. En tegenwoordig natuurlijk heb je veel online. Dus we proberen studenten ook te stimuleren om mee te doen met allerlei internationale conferenties. Eigenlijk vanuit hun slaapkamer. Hè? Nogmaals, een goede internetverbinding en je kan meedoen met allerlei discussies, presentaties, internationale conferenties. Dat fysieke, mm-hmm, gaan naar conferenties, dat is natuurlijk in de huidige tijd een uitdaging vanwege de financiële middelen. Ja. Maar als het kan, doe het. Oké, en dan hebben we gesproken over de accreditatie daarvoor en dat er een toekomstplannen zijn. Wat zijn de plannen voor de toekomst van de opleiding?
Dus we hopen, net zoals wat ik al heb aangegeven, dat we in staat zullen zijn om meer onderzoek te doen. De faculteit der humaniora krijgt binnenkort een onderzoeksinstituut. Elke faculteit op de universiteit moet een onderzoeksinstituut hebben. De meeste faculteiten hebben dat. Ik moet eerlijk toegeven dat niet alle onderzoeksinstituten even actief zijn. Maar we hopen dus dat humaniora wel een actief onderzoeksinstituut krijgt. En heel belangrijk daarbij is natuurlijk, en huidige en voorgaande voorzitters hebben dat ook vaak benadrukt, de zogenaamde derde geldstroom. Ja. Dat dit soort onderzoeksinstituten in staat zijn om middelen te genereren, binnen en buiten Suriname, om onderzoek te kunnen doen. Je hebt heel wat geld voor onderzoeksprojecten, maar het is weer het verhaal van, er zijn geen toverstokjes waarmee je op een tafel slaat en die gelden komen naar jou toe. Hè? Het is altijd ontzettend veel werk om een goed project te schrijven. Internationaal ben je altijd bezig in een competitie met andere landen. En vaak zijn het landen die veel meer ervaring hebben, die een veel langere onderzoekstraditie hebben. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van projecten die hier wel slagen. Projecten die binnengehaald worden, de middelen die binnengehaald worden om onderzoek te kunnen doen. Dus het is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk. Ja, u zegt humaniora of geschiedenis krijgt binnenkort een onderzoeksunit. Welke onderwerpen willen jullie dus zo snel als mogelijk verder gaan onderzoeken? Dus er zijn verschillende, het is een onderzoeksinstituut, natuurlijk niet alleen voor geschiedenis, het is ook taalonderzoek en verschillende andere aspecten van humaniora, geesteswetenschappen, zal ik maar zeggen. Maar onderwerpen die natuurlijk nu belangrijk zijn, het slavernijonderzoek, de doorwerking van slavernij, en daar heb je dus al op de universiteit verschillende mensen, en niet alleen geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld sociologie, psychologie, die bezig zijn met onderzoek naar de doorwerking van de slavernij. He? Er zijn anderen die het ruimen nemen, doorwerking van eigenlijk het kolonialisme op Suriname. Verschillende aspecten van contractarbeid en hoe dat in die Surinaamse maatschappij niet alleen doorwerkt, maar wat voor gevolgen heeft het gehad voor de Surinaamse maatschappij. Dus dat zijn allerlei thema's die belangrijk zijn voor Suriname en die we graag verder zouden willen onderzoeken. Ja, en we hebben gesproken over de toekomst. Hoe wil de opleiding zich blijven ontwikkelen? Ja, goede vraag. Dus een belangrijk aspect van zo'n faculteit als humaniora is dat je moet proberen die maatschappij steeds te informeren wat je doet, jongeren te enthousiasmeren om dit soort opleidingen te doen. Want binnen de universiteit, ik bedoel, noem eens wat, een studierichting als economie hoeft absoluut niks te doen. Ze hebben elk jaar meer dan 100 mensen. Ja? En zo medicijnen, elk jaar doen, weet ik veel, 150, 180, 200 mensen mee met de loting, de numerus fixus. Rechten heeft elk jaar, ik weet niet hoeveel, 150 studenten. Dus er zijn opleidingen die tussen aanhalingstekens populair zijn, omdat ze, studenten willen dat graag doen. Maar er zijn natuurlijk ook opleidingen die kleiner zijn, maar die wel belangrijk zijn voor Suriname. Hè? Dus geschiedenis, als je bezig bent met de identiteit van je land, dan is geschiedenis belangrijk. Als je vanuit je eigen perspectief wil kijken naar het verleden, maar ook de hedendaagse maatschappij, dan is geschiedenis belangrijk. Als je onderzoek wil doen naar de taalsituatie in Suriname, dan is taal en communicatie belangrijk. Ook een van de bacheloropleidingen, zoals ik eerder heb aangegeven bij humaniora. Dus er zijn grote opleidingen, daar hoef je absoluut niks te doen. Studenten komen wel. En er zijn kleinere opleidingen, hè, zoals geschiedenis, taal en communicatie. Maar ook bijvoorbeeld sociologie is belangrijk. En daar heb je niet altijd 80 of 90 studenten. Agrarische productie, bijvoorbeeld bij technologie. Dus je hebt de kleinere opleidingen. En die moeten dus eigenlijk wat meer hun best doen om studenten te interesseren voor de opleiding. Ja, en u heeft aangegeven eerder in het gesprek dat de bacheloropleiding sinds 2013, 3 jaar na elkaar, studenten heeft gehad.
En daarna was het even gestopt. En wat was daar het probleem? Was er geen interesse? Nee, dus toen hadden we dus de opdracht. We hebben 13, 14, 14, 15, 15, 16. Dat zijn de drie cohorten die we hebben gehad in het vorig decennium, moet ik eigenlijk zeggen. En toen zei het bestuur van, oké, nu moet de nadruk liggen op accreditatie. En dat is dus daarna gebeurd. En in 2020 hadden wij een accreditatiedocument. En toen hebben we dus de proefvisitatie gehad vanuit de universiteit zelf. En op basis daarvan heeft de universiteit gezegd van, oké, start jullie weer. Dus hartje COVID, met alle problemen van COVID, zijn we in 2020, 2021... hebben we een doorstart gemaakt, ook een herschreven programma, mm-hmm. andere eindkwalificaties, we hebben ze teruggebracht. En toen zijn we dus gestart met onze vierde cohort, of eerste cohort met het nieuwe programma, hoe je het bekijkt. Ja. En toen zei de universiteit, het bestuur zei van, luister, start liever om het ene jaar dan elk jaar. Dus 2020, 2021 hadden we onze eerste cohort met het nieuwe programma. En 2022, 2023 hadden we onze tweede cohort met het nieuwe programma. En nu dus, het komend collegejaar, 24, 25, starten we met onze derde cohort. Dus oktober starten we met onze derde cohort geschiedenisstudenten. Maar dan nu als een geaccrediteerde opleiding. Ja, dus eigenlijk gaat de opleiding niet meer elk jaar draaien, maar om het ene jaar nu. Ja, dus in elk geval de komende jaren gaan we om het ene jaar starten. Oké, en er zijn mensen die geïnteresseerd zijn. Wat zijn de toelatingseisen? Dus je hebt, er is gewoon een wettelijke regeling. Hè? Iemand met een VWO-diploma of een colloquium doctum van de universiteit, die wordt toegelaten. We zijn nu bezig om te kijken om mensen met de MOA-geschiedenisopleiding ook toe te laten. Maar daar zijn er nog wat handelingen die moeten worden gepleegd. Maar dat zijn dus de algemene voorwaarden voor eigenlijk elke opleiding op de universiteit. Behalve dan dat van die MOA. Dat is specifiek voor een aantal studierichtingen. En natuurlijk is studeren anno 2024 heel duur. Behalve de inschrijfkosten, wat zou een student nog meer moeten investeren in de opleiding? Tijd, energie, dingen die in principe niet zoveel hoeven te kosten als je gewoon de drang hebt, de energie om dat erin te stoppen. Maar we realiseren ons ja dat het tegenwoordig een enorme uitdaging is. Ik weet niet precies hoe het zit met mogelijkheden om te financieren. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk ook een aantal basisvoorzieningen hebben. Een laptop is geen luxe. Internetverbinding is belangrijk, want heel wat van het materiaal vind je online. Dus dat zijn allemaal investeringen die je wel moet plegen om een opleiding anno 2024 goed te kunnen doen. Hè? En om het inderdaad te kunnen afronden. Dus er zijn een aantal zaken die te maken hebben met de financiën. Maar het is ook je eigen commitment. Hè? Wil je dat heel graag? Of vind je het belangrijker om ergens een gezellige tori te gaan praten of uit te gaan of wat dan ook. Dus het is een combinatie van financiële investering en je eigen mindset. Ja. En wat zal de studierichting eraan doen om meer studenten te interesseren om te kiezen voor geschiedenis in het komend collegejaar? Ja, dus we zijn van plan om de komende maanden meer in de publiciteit te komen. Binnenkort heb je de accreditatie van taal en communicatie. En ik heb het al aangegeven, accreditatie is echt geen grap. Dus wanneer taal en communicatie door dat heen is, dan gaan we dus de komende maanden, we zijn ook van plan om speciale dagen te organiseren op verschillende plaatsen. Maar de komende maanden hoort u daar meer van. Maar de bedoeling is in elk geval dat we in 2024-2025 een grotere groep studenten hebben enthousiast gemaakt om geschiedenis en taal en communicatie te studeren. En als een student die zo enthousiast is, die niet kan wachten tot dat moment, waar kunnen ze voor nu meer informatie vinden? Ze kunnen altijd naar de website van ARECH gaan, uvs.edu. Je hebt studentenzaken waar ze alvast informatie kunnen inwinnen van
Ik hou me daar niet echt mee bezig. Ik weet niet wat de inschrijfgelden zijn, precies. Ik weet niet of de periode van inschrijving ook al bekend is. Mm-hmm. Dus dat soort informatie, dat soort basisinformatie, dat vind je op de website van de universiteit. Heeft u aan het eind een boodschap, een oproep aan de Surinaamse gemeenschap als het aankomt op die geschiedenisopleiding? Ja, we denken dat we een hele interessante, boeiende opleiding hebben door gekwalificeerde mensen. We hopen dat we niet alleen geschiedenisstudenten, maar ook buitenstaanders kunnen stimuleren om te schrijven over geschiedenis, om bezig te zijn met geschiedenis. Het kan geschiedenis in groter verband zijn, maar tegenwoordig is er ook heel veel belangstelling voor familiegeschiedenis, geschiedenis van een buurt, hè, van een straat, van een organisatie. Dus op heel wat niveaus is er belangstelling voor geschiedenis en we willen mensen stimuleren om er wat mee te doen. Leg het vast. Maak er een podcast van, schrijf er een artikel over. Als je zover bent om een website te ontwikkelen over whatever buurt, doe dat. Dank u wel, meneer Egger. Graag gedaan. Zo kijkers, met de woorden van meneer Egger zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. We zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.